Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ga een dubbele intro doen, maar dat komt omdat deze intro eigenlijk pas op het einde van de video is opgenomen. Ik ga dus ook nog niet introduceren wie naast mij staat. Dat komt dadelijk, want dan begint eigenlijk de video hoe ik hem wilde starten. Maar achteraf dacht ik van, deze video moet en komt online op eerste kerstdag. Dus bij deze, jullie kijken deze video dus hopelijk rond 12 uur op eerste kerstdag. Of op 10 uur 's ochtend zelfs, doe eens gek. Maar dat, ja, dat is. Dus ik dacht, ik neem toch nog even een extra introductie op om jullie in ieder geval al hele fijne kerstdagen te wensen. Heel veel plezier en heel veel succes als je moet werken. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, denk ik. Maar in ieder geval komt helemaal in orde. Voor de rest gaan we dus nu naar de normale, of ja, normale intro, hoe we de video zijn gestart. En daar is ook een introductie, kan jullie wel even zeggen. We beginnen meteen met een melding, dus daar gaan we naartoe. En even later introduceer ik pas precies wie dit is en hoe deze TS in elkaar zit. Maar dat komt in orde. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Heb je nog een vraag of stak je gewoon lekker je handen omhoog? Nee, ik stak mijn vinger op. Jij stak je vinger op. Maar dat was om te zeggen, joe, of... Ja, om te zeggen, joe, succes met kijken. Dan ga ik ook naar jullie zeggen, joe, en succes met kijken en heel veel plezier. Okay. Maar we gaan snel de video beginnen, want de video is dus al begonnen. Maar ja, ik sta hier samen naast, of bij, met wie? Heel hi, kort. Je Joris. Hebt 1, 2 seconden, 5 seconden. Ja, dag. Ja, 1, 2. Joris, laatste heb je roleplay. Hallo. 34, 31 ACO. Ja, AC, we ontvangen van nu een Prio 2, Val van Hoop. Ik zie het nu als opgeschaald als Prio 1. Wij gaan even die kant op en kijken wat we daar kunnen betekenen over. Ja, dat is ontvangen. Ik ga je slepen over. Helemaal goed. 34, 31 uit. Pascode 517. 517 val van hoogte. We gaan je zo meteen helemaal netjes introduceren en deze hele gave TS introduceren. Daar komen we dan zo meteen op terug. Ja, mij interesseren leuk, maar de TS is belangrijk hoor. Dat is een gaaf ding. Ik heb geloof nog. Hup, speed. Ja, wacht 517. Even. Ik heb gevoeld dat het ding heel snel is. Ik kan nu wel heel fout zeggen als ze brandt weer, maar... We gaan wel als ze brandt weer nu. Heeft de ding ook zich gave toeter? Ja, 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 doe maar. Hoe is hij dan? Hé. Hé. Ja, dat is wel leuk. Even kijken, we hebben informatie, slachtoffer niet aanspreekbaar, ongeveer van 10 meter hoog gevallen, langzame ademhaling, geen snurkende ademhaling, ligt in een plasboeg. Plasbloed. Ja. Oké. Okay. En wat is onze taak dan normaal gesproken dan? Of jouw taak, beter gezegd. Nou, ik denk dat we nu als first responder gealarmeerd zijn, dus gewoon als hulpdienst die eventueel als eerste plaatsen kan zijn. Als de ambulance al ter plaatse is, dan is het gewoon even kijken of we iets kunnen assisteren of okay. Handjes nodig zijn ofzo. Okay. Wat een gave TS, joh. Ik vind hem echt vet. Daar gaan we zo nog verder naar kijken. Ja, het enige wat ik heel erg wennen is, denk ik voor jou, is dat je even iets meer gewicht... Ja, we hebben wel een Mickey, maar die gebruik je niet zo vaak. Ja, voor jullie kijkers is even wennen voor mij natuurlijk. Dit is een heel ander TS. En gelukkig mag ik van Joris rijden. Ja, jullie kennen Joris misschien al, maar wat ik al zei, we gaan hem zo meteen even introduceren. Nu gaan we dus naar een Prio 1 melding. Het was eerst een Prio 2, toen weer een Prio 1, nu weer een Prio... In ieder geval, Prio 1 was het, toen Prio 2, toen weer Prio 1. Dus daar gaan we nu heen. En we gaan eens kijken. Lifeliner is ook al gekoppeld, zie ik. Lifeliner MMT komt dus ook. Okay. Oh, er is al 3 politie te plaatsen. Moeten we altijd even opletten of in de buurt van het incident niet eens van links of rechts iets aankomt gevlogen of gescheurd. Vrij, links vrij, yes, check. Dat zou het hier eigenlijk moeten zijn, hè? Ja, het staat hier. Ah, daar links. Oh, let op joh, gek. Ja, ik kom er even langs. Creatief. Nou, alles is er al hier.
Oh, zoals de MT is er al. Nou, gaan we even kijken of het nodig is. Lampje in je, bij je pupillen, krijg ik daar die reflex terug of? Zijn jij hem te plaatsen? Ja, heb ik gedaan. Wat zei je? Dus, ja. Nou, ja. Heb je hem gesaved trouwens? Ja, ook. Toppie. Ga je nog niet uit van Neuro voor nu? Kijk, dus we kunnen ook meteen even naar het hele nieuwe MMT voertuig gaan kijken, maar we moeten natuurlijk wel even kijken wat Joris vandaag te doen heeft. Hallo. Dus daar gaat het om. Hallo. 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 Heb je een collega van je? Ja, vandaag je niet. Meeneemt. Jij durft. Nee, wat het verhaal van nu. Zij is van de eerste naar beneden gedonderd, op de betonnen rand, daar geklapt en toen hier in de borst terechtgekomen. Nice. Ik bedoel, heel veel. Ligt hij niet vast. Ik had eerst het vermoeden dat hij was gespiesd door die bosjes ofzo, of door een tak. Oh, ja. Maar dat lijkt voor nu niet. Ik heb nog niet goed kunnen kijken onder zijn lichaam, want hij ligt op zijn buik. Dus voor nu is het voor jullie heel even status quo. En dan moet ik straks even kijken of hij inderdaad helemaal vrij ligt, of dat hij toch ergens vast zit of gespiesd ligt ofzo. Ja, maar goed. We blijven gewoon even te plaatsen. Geef me aan als je iets nodig hebt. En mocht dat niet zo zijn, gaan wij gewoon retour. Ja, anders kan je straks sowieso afspuiten, want zo ziet het heel die muur onder bloed. Ik denk dat de bewoners dat heel fijn vinden om... Oh ja, dat kunnen we sowieso wel even doen, zo, ja. Hij is wel nog... heeft wel een hartslag en dergelijke? Ja, maar dat is ook niet je van het. Oh, oké. Okay. Nou, ja, maar goed. Dan gaan we even hier rondhangen en ik hoor wel eens... Daar ben ik er ook video's van maken. Ja, top. Thanks. Wij gaan even bij TS chillen. Dat dacht ik al. Oké, sorry, je mag even schepper elkaar pakken. Even wat dekens. Zullen we het even van een beetje af gaan doen, dan kunnen we er ook nog iets over vertellen ook nog. Ja, precies. Want we leven aan de overkant van de straat hier. Dit is dan niet bepaald dagelijks over een TS praten terwijl de incident bezig is, maar goed, het kan hier. Ja, dit is jullie nieuwe TS en ik meen dat die wel alleen in Groningen nog rijdt, hè. Maar het is zeg maar de opvolger van wat Rotterdam nu heeft. Of zeg ik iets verkeerds? Ja, helemaal het fijne weet ik ook niet van, maar volgens mij klopt wel wat je zegt. Deze is natuurlijk de OOV-strijping, dus een nieuwe strijping. Mm. Wel een DAF, zoals Groningen, of zoals Rotterdam wel al heeft. Ja, wel een DAF inderdaad. Met een nieuwe strijping. En ja, hier rijden wij in regio Rotterdam rijden we op mee rond, zeg maar. Denk dat wel de groep. Is dat, ja, denk ik ook. Alleen wijzer of heb je ons nodig? Ja. Nou, weet je nou een mooie vogel of zo? Dat komt als het goed is een brandweerman. Zou ik zo kunnen. Hallo, hij is in rea setting, dus als jij wil gaan borstcompressies gewoon. Gewoon 32. Arts alsjeblieft. Ja, dankjewel. Die ambu bij zijn hoofd die doet de beademing, dus hoef je geen zorgen om te maken. Wat hebben we? We hebben een Kom je af uit, hoor. Of een asfaltoline. Nou, als je het heel erg vindt, ga ik dat eens even bekijken. Ja. Ik vind dat wel erg. Ah, sorry. Oké, dan laten we de brandweerman even zijn sessie afmaken. Joris is heel goed bezig met het hoofd reanimeren, lekker bezig gaan we analyseren. 10, 11. Mag wel wat sneller, Joris. Waar is Jan? Jan! Yo! Wil jij voor mij vast adrenaline? 20, hij gaat niet heel snel, hè? Deze animatie. Nee, hij gaat niet zo snel. 27, 28. 29. In het echt, 30. Voor jullie okay, kijkers is het natuurlijk los. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaan en zo los. Door. Je kunt altijd zeggen Staying Alive, het liedje. Of altijd is kort jakje ziekeloos. Altijd is kort jakje zo ongeveer. Kun je zingen als je iemand bent aan het reanimeren. Ik doe het zelf niet zingen, want ik denk een andere ding, maar het kan zo. 22, AC, OC, geen bericht. Ja, OC, ik ben daar niet meer nodig. Zoals jullie weten, nodig, staat 1. Zou je als ik ook met de politie mee ga, begint dan meestal altijd een beetje rumoren, meteen met een melding. Nu ook. Postcode 5, dus, 2-5 voor een overlast over. Is je lifepack kapot? Ja, ik denk dat mijn lifepack kapot is, jongens. Ik krijg geen 22, correct. Weet je ook weer compressie gaan doen of niet? Ja, ga maar verder, dan gaan we het zo nog. Ja, is je lifepack kapot? Echt weer een slecht moment. Ja, is waar. Ja, Jan. Alsjeblieft, aandringen. Dankjewel. Oké, volgende lifepack eraan. Mag die weer 30 keer afmaken. Gaan we daarna nog een keer proberen.
we zo even kijken of we wel weer waardes terugkrijgen. Je zit nog op 200, toch? Huh? 15. Zit je al op 200 of al op 360? Jij bent verpleegkundige, dus dat moet helemaal goed komen. Ja, maar ik was net heel erg... Dat was een vraag, joh, gek. 25, 26, 27. Wie jij dan? 28, 29. Laat maar gewoon op zijn hoogst op. Gewoon vol gas. Wordt hij nog beademd trouwens? Of, gaan we analyseren. Nogmaals. Minimale hartslag. Output. Adrenaline er doorheen. Meneer de dokter? Ja. Hij wordt geloof ik niet mag beademd. Mag je even gaan of, doen. Succes. Ik? Ga maar, ja. Twee keer knijpen. Onderdekken. Maar ik kan dat niet met dat ding. Jawel, dat kan je zeker. Nee, maar dat kan jij. Ja, kan ik dat? Joris, kan ik dat? Ja, dat kan je echt. Je hebt jarenlang ervaring. Kom. Inmiddels is de cyanotisch en kan die niet meer aan. Heeft hij geen zuurstof meer gehad voor de afgelopen 5 minuten, maar dan maakt niks uit. Oh, je bent nu brandweer, hè? Oh ja. Nee, ik bedoel cyanotisch, wat is dat voor een woord? Precies. Hoge druk, lage druk, je weet zelf. Ja, Joris is goed bezig met het hoofd te reanimeren. Heel goed, man. heel de schedel kapot gedrukt. Ze komt toch wel wat iets van beademingen binnen, denk ik. Meneer de dokter, meneer. Wanneer moet ik knijpen? Continu of... Na de 30 keer zou ik net zijn. Ah, oké. Okay. Oh ja, nee, ja, dat hoort. Ja, ik snap dat je nieuw bent in deze wereld, maar ja. Doe maar gewoon je best, ja? Jongen, ik heb net meteen met dat ding gereden. 26, ja, maar 27, het is natuurlijk best 28, lastig 20, om vanuit Roblox 29, hier naartoe te komen. 30. Moet ik nu knijpen? Ja, nu twee keer knijpen. Gewoon dat hele ding leeg knijpen of... Gewoon knijpen. Tegenwoordig kan ook iedereen brandweer maken. Twee. Ja, ik ja. Moeten we doorgaan met compressies? Oké, doorgaan met compressies. Heb je geen Lucas of hoe heet dat ding? Nee, die hebben we even niet. Aha. Oké, dus als even... Hebben die opleidingsambus dat niet? Nee. Daarom is ook opleiding ambu. Ah. Wat? Dan moet je alles nog doen zonder opleidingen. Iets meer dan minimale hartslag. Kijk, we komen er wel. We hadden een schep al klaar liggen, toch? Ik ga even een citra doen. Ik ben geen dokter, maar iemand met een minimale hartslag betekent dus dat die minimaal is. En dus wel goed genoeg om te zeggen van hij heeft hartslag. En dan moet je niet gaan reanimeren. Maar ja, wie ben ik als brandweerman, hè? Ik zeg maar. Nee, het zijn mijn grote vrienden hier. Oh. Martijn, die setup ging niet helemaal goed, of wel? Ben ik steeds aan het knijpen, hè, dokter? Nou, als je het onder 31, 32, 30, 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 wij gaan scoop en run richting Erasmus even. Ja, scoop en run richting Erasmus. Gaat u bellen of zal ik voor u bellen? Maakt u dat? Als u voor mij wil bellen, heel graag. Ja, ga ik voor u zorgen hebben. Oh, dokter, hier is de bron. Oh, alsjeblieft. Ja, ik neem wel. Ja, heel veel succes. Je bent goed. Nou, wacht maar heel even. Ik heb je zo nog nodig. Mij? Oké, gaan we. Jou hoor. Ja, ik hoor het. Jullie moeten zo die muur nog schoon blussen. Het slachtoffer neemt de brancard mee. Oké, nou, in ieder geval. Jongens, succes. Rij met jou. Wij gaan de muur even doen, ja? Nee, ja, oké, jij mag wel weg. Nee, wat moet ik? Nee, ik durf niet. Ik ben... Nee, ik wil even jouw personeelsnummer. 904, MK. Personeelsnummer? Zeg het maar. Ja, traumakamer 3 is voor u vrij. Ja, dankjewel. Joris, help. Hey, kom even terug. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Oké, wat is jouw personeelsnummer? Ik moet dat in mijn reportage vermelden, dus. Kan iemand mijn beek verwijderen? Ik heb zijn nummer wel. Nee, ik heb zijn nummer hier staan. Wil je dat hebben? Oh ja. Ja, graag. Kan iemand 1-7? 12. 12. 34. Ik heb burger wordt effectief. 56. 56. 78. Ja, dankjewel. Heb je nou... Top man, yes. Heb je nou net mijn telefoonnummer op? Alright, load your phone. Ik raad het aan. Oké, nou. Pak even een HD haspeltje, dat kan je wel. En wat? Een HD haspel, die zit hier opgerold, dat weet jij. Jij gaat de kijkers vertellen wat dat is. Nou, ik weet het, kunnen we de luiken van deze auto lopen? Even kijken. Heb je vulsom nodig of kunnen we ook weer... Nee, jij mag blussen van mij, wat mij betreft. Nou, daar ben jij voor, hè? Ja, nee, blijkbaar, maar ik wist niet dat de brand van de... Oh, god, dat is fel. Nee, de luiken nog niet, kunnen we okay. Al binnenkort? Ik pak een HD ding, haspel, iets. Jongens, dankjewel. Ja. Top. Moet ik nou eens een brandblus pakken? Deze. Zo.
ik heb een HD haspel, hastel, ja. Wat? Nou, dat is een groot vang of gele, blauwe. 2106 met een Citroën gebracht. En die zit op een rol, zit hij aan de zijkant van de auto. Ja, en die rolde je nu af en dan kun je met best wat liters water per minuut. U en de 2106 correct? Ja, positief ook. Dan kunnen we niet even zeggen. 5000. 5000 liter per minuut? 500. Dat krijg je niet tegenhouden. Na ongeveer 125, maar goed. Ah, ik sta aan de buurt. Ja, en dan kunnen we even die muur schoon spuiten. Dat kunnen wij nu wel doen, maar ik geloof dat hè, ik als ervaren brandweerman weet dat die pomp eerst nu moet worden aangezet. Of ligt dat aan mij? Ja, die staat aan. Oh, oké, kijk dan. Kun jij af en toe rollen, wat heb ik maar aangezet? Kan ik dat aan? Ja, dat kan jij, zoals waar je zit. Kijk. Wow. Nee, ik heb dat al een keer in het echt gedaan. Toen ben ik wel één keer bijna de lucht in gevlogen. Kijk eens aan, alle bloed weg. Nee, geef geslepen. Maar. Ja, zo goed als nieuw, zoals je ziet. Toch? Zie jij nog iets? Ik zie niks meer. Het is vandaag stil bij Joris. Ik vind hem goed. Let's go, retourkazerne. Heel stil. Ah, daar is hij weer, denk ik. Nee, ik heb al een keer in het echt met zo'n brandslang gespoten en dat is redelijk krachtig, maar wel leuk. Hoplakee erin en klaar. Dat was een mes. Ik mag weer rijden, leuk hè. Denk ik. Waar is Joris in? Nou dan. Nee, en wij gaan nu Joris even introduceren, want dat hadden we nog niet gedaan. Als hij er is, ben je er? 34-31, we hebben een aanvraag gebracht. Ja, zei, we hebben nog even wat schoonmaakwerkzaamheden gedaan en zijn weer inzetbaar open. Ja, u bent inzetbaar als ontvanger, dank u wel. Ga ik u slepen. Mag ik officieel niet naar rechts of naar links, maar dat ga ik wel doen. User was moved to your channel. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, je lekt een beetje in je met stem bij mij. Volgens mij hoor jij mij niet in game. Nee, ik hoor je niet in game. Ja, dat dacht ik ook. Maar dat komt helemaal in orde. Okay. Ja, nee, goed. De eerste waren we een soort van aangekomen, maar dat is wel inmiddels bekend wat het voor een ding is. En hoe die uitziet. Maar wie ben jij? Ik ben Joris. Nee, Joris heb een YouTube account Joris-roleplay en ik maak roleplay video's bij de brandweer. Eigenlijk hetzelfde wat jij voornamelijk bij de ambulance doet en natuurlijk in LSPDFR, politie geloof ik, en ook aan de brandweer. Mm-hmm. Ja, dat doe ik hier op de server Roleplay Reality voor de brandweer. Maar daar ben je niet mee begonnen. Daar ben ik niet mee begonnen. Want je had al een Instagram account. Ik denk waar je tijd over, jawel, ja. We rollen met brandweer. Nee, ja klopt, ik heb een andere account, dat is Joris-brandweer op Instagram. En dat is mijn echte leven account, laat ik het zo maar even zeggen dan, als zijnde brandweerman. Dus brandweerman in het echt en hier bij Roleplay. Oké, dus je hebt wel een beetje ervaring met wat je zegt en doet hier. Ja, dat wel. Ik weet al hoe het werkt, zeg maar. Alleen... Zoals jij het vroeg van, hey, welke staat nou precies waar, met spelen de rol aan het einde na hier. Dat zit niet in de kopie, dat weet je volgens mij al beter dan ik als ik het zo hoor. Maar brandweertechnisch met hoge druk, lage druk en wat we allemaal mee te maken krijgen hier tijdens zo'n dienst, dat moet wel lukken. Ja, ja. Nou, interessant. En hoe lang doe je dat al? Anderhalf jaar nu. Oké. En de een en ander al meegemaakt, neem ik aan? Het een en ander wel, ja. Interessant. Dus je gaat me vandaag wat hopelijk wat leren over de brandweer, want ik zeg het ook altijd tegen de kijkers, ik weet echt niks van de brandweer. Ik weet alleen tussen prio 1 en prio 2 rijden. En één korps heeft wel prio 3 en de andere niet. Ja, ik weet net zoveel van de ambu. Ik weet dat ze A1, A2 en ook iets met een B hebben. Maar ja, precies. Als wij in meldingen komen, zoals zojuist, en dan zie ik de ambu van alles doen, denk van wat trekt ampul dit op, controleert dat, check dit. Ik denk, wat is dit allemaal? Nou, lijkt het mij sowieso wel een goed plan als je binnenkort ook eens met mij meegaat. Ja, daar kan ik heel veel van jou leren. Maar goed, ja, dit is onze TS. Ik weet niet in hoeverre je de basis uit moet leggen. TS Tank Autospuit. Is een voertuig waar ongeveer 1500 liter water in zit, minimaal. En waar we door middel van een pomp kunnen blussen. Duidelijk. En we hadden het net al over hoge druk en lage druk.
Ja. Hoge druk, ja, je moet het vergelijken met een heel veel water dat door een klein gaatje geperst wordt. Mm-hmm. Vandaar ook de naam hoge druk. Daar komt dus iets minder water uit, maar wel ja, onder een hoge druk. En lage druk zijn ja, veel bredere openingen en dan heb je dus uiteindelijk veel meer wateropbrengst, dus veel meer debiet. En afhankelijk van je inzetplan kies je of je met hoge druk of lage druk aan de slag gaat. En is, kun je dat standaard al zeggen, autobrand of zo? Ja, er is wel een standaard voor eigenlijk. Dit is namelijk heel simpel nadenken van, joh, wat is nou belangrijker? Dat ik heel veel water heb en dat dat iets langer duurt voordat ik dat heb, of dat ik snel water heb. En een voertuigbrand kun je vaak met lage druk aan. Want stoel verloren. Je kunt een autobrand bijna nooit meer redden, denk ik, hè? Nee. Nou ja, het duurt eigenlijk toch wel een minuut of 4-5 voordat we ter plaatse zijn. Mm. Ja, en dan schrijft het vuur echt snel om erheen. Ja goed, en stel je bent heel snel ter plaatse en je dooft hem, ja, dan is de hele auto al tot en los. Dus een voertuigbrand blust eigenlijk altijd om milieuschade en nevenschade te voorkomen en ervoor zorgen dat het niet uitbreidt naar bijvoorbeeld een woning waar die tegenaan staat. En een woningbrand doe je dan beginnen met hoge druk? Of Ja, dat hangt ook even. Kijk, als er een wasdroger op zolder in brand staat en het is alleen een wasdroger, dan ga je met hoge druk, want dan ben je snel inzetbaar. Dus die haspel afrollen naar binnen rennen. En ja, dan heb je die kleine wasdrogerbrand heb je geblust. En als je eerst eens al het lage druk gaat afleggen, dan duurt het langer voordat je in die woning bent. En dan is die wasdroger is inmiddels de halve zolder geworden. Ja, ja. Ja, dat begrijp ik. En als je dan spreekt van hoge druk, is dat dan ook meteen 1-7? Of is dat weer iets anders? Nee, dat is weer iets anders. Er zijn bepaalde regio's die hebben weer 1-7. Er zijn regio's die hebben de druk luchtschuim. Ik denk dat je dat ook een keer gebruikt hebt. Want dat geeft echt een gigantische kracht. Dat moet je ook met z'n tweeën eigenlijk gaan doen, anders vlieg je alle kanten op. Ja. Staat er één iemand achter jou om je je schouder tegen te houden, zeg maar. Mm. Ja, en dat is zeg maar als een soort schuimvormend middel dat in de tank zit en dat al via de pomp tussen gemengd wordt. Dus dan komt ook daadwerkelijk uit de straal schuim. Ja. Ja, in onze regio kennen we dat niet. In ieder geval, dat hebben we niet. Zal wat op de tank uit de spuit zitten. Dat moet allemaal via een bepaalde losse tussenmenger weer. Ja, en zo heeft iedere veiligheidsregio en uiteindelijk ook voor ieder korps heeft weer bepaalde voertuigen met bepaalde technieken en bepaalde materialen. Oké. Okay. Dus dat? Ja, duidelijk. En je was laatst ook op de radio, heb ik het net al met je over gehad. Of ja, in ieder geval, ik heb het gehoord. En het was wel interessant, was wel leuk. En ik denk dat het best wel hip is tegenwoordig, hè? Dat mensen van de hulpdiensten hun Instagram, YouTube account, noem maar op. Ja goed, dat interview ging natuurlijk, dat was dan inderdaad voor mijn Joris _ brandweer account. Ook zie je trouwens hier een Amerikaanse auto staat. Twee zelfs, we hebben bezoek. Dan gaan we er even uitgooien. Zij ze verwijderd, rij ik achteruit. Ja. Ja, dat is Joris laatste brandweer account. Dat is zeg maar mijn echte brandweer account, zeg maar. Ja, en mensen vinden het gewoon heel interessant om een kijkje in de keuken te krijgen. Ja goed, je zegt net het interview, dat heb ik ook zo een beetje verteld. Ja. Dat mensen het leuk vinden om te zien wat mensen voor werk doen. En dat gaat niet alleen hulpdienst, wat natuurlijk tussen aantekens spectaculair is. Maar ook dagelijkse beroepen. Want wat mij wel in het interview echt opviel en wat ik daarna eigenlijk pas ook wat mij opviel op jouw account, jouw brandweeraccount dan zeg maar, is dat je eigenlijk nooit iets van jouw uitdrukken laat zien. Zelden. Ik, daar is wel heel veel vraag naar. Ik heb natuurlijk Fire 24/7. Ja. Bij iedereen denk ik wel bekend, als je voor een brandweeraccount dat uitdrukken filmt. En de jongens doen het al heel lang en al heel goed. Ik merk dat er wel vragen zijn naar juist de andere kant. Dus juist gewoon wat hebben we nou voor materialen bij ons en waar rukken we voor uit en hoe rukken we uit en dat soort dingen. En daar komt OPS. Ja, klopt. Is er hier een VTB gaande? Bij de brandweer, nee. Staat hier AC01, rit optisch en geluidssignaal. Hier zit een notwezertje. Ja klopt, maar hierboven is ook niks. Nou, wij in ieder geval niet. Over. Maar zorg dat ik zo irritant ben hoor, Joris. Nee, ik ben niet irritant. Dat maak jij ervan. Oh jee, een noodaanvraag. Ja, hey, ayo hè. Yo. User left your channel. Ja goed. Gewoon alles rondom de brandweer. Dus waarom we het doen en wat we het doen. Daar was gewoon ook heel veel vraag naar. Daar was eigenlijk nog niet zoveel voor. Dus daar ben ik een beetje ingesprongen. En ik vind het heel leuk om mensen daarin mee te nemen. En de uitdrukking kunnen ze op andere accounts zien. Maar die heb jij niet?
Niet over, jij hebt niet meer een tweede account. Ja, maar niet, nee, ik zit niet met een GoPro op mijn borst te filmen. Nee, dat ligt mijn behoefte ook niet. En hoe lang doe je de brandweeraccount dan nu echt al? Een jaar of wat zijn je twee? Ik zit anderhalf jaar bij de brandweer nu. En dat brandweeraccount ben ik in maart of april begonnen volgens mij. En heel tientallen posten al verder? Ja, ik zit nu op 60 of zo, 50 of 60 denk ik. En nu een kleine 2000 volgers. Maar komt er geen tijd dat je dan uiteindelijk zoiets, dat je alle materialen en dingen al hebt laten zien op je account? Nou goed, we hebben zoveel bij ons en er is zoveel te vertellen. En we krijgen nu een buitenbrand, maar ik val even af. Er is zoveel te vertellen en zoveel te laten zien. Niet zozeer alleen over materialen, maar ook over werkwijze. Dat ik, ja, stel ik zou hiermee doorgaan zoals ik nu doe, dan heb ik nog over 3 jaar aan materiaal hoor. Dat, er is heel veel over te vertellen en heel veel over te laten zien. Even kijken. Buitenbrand, postcode 304. En ik zie dat daar al een TST ter plaatse is. TST is? Een tankautospuit, terreinvaardig, dus een 4x4 aangedreven voertuig. Ja. Is prio 1? Ja. Wat is dat voor ons? Er is ook al brand, hè? Zou dat hier dan zijn? Postcode 304. Kijk eens hier recht voor ons. Ik ga daar even heen, hoor. Ik doe even een aanvraagspraak urgent gelijk. Nee, wacht. Ja, toch? Ja. User joined your channel. 3431 urgent gebericht. Ja, we zijn even gevallen met voor een buitenbrand, postcode 304. Eenmaal aan rijden zien wij een andere brand van een containerbrand, postcode 134 over. 134 containerbrand, correct? Ja, is correct over. 34. Hangt dan eventjes af waar de urgentie nu meer ligt. Het betreft een containerbrand tegen een pand aan. Nog geen doorslag naar binnen, dat ik het zo zie. Ik weet niet wat de urgentie is bij de buitenbranden, postcode 304 over. Ja, mag ik bij de containerbrand blijven staan, ga ik een andere eenheid alarmeren voor de brand. Ja, is ontvangen, gaan we doen over. Dank u wel. Zo. Nou, dat ook weer af. Mag je hem voor mij eventjes draaien, in ieder geval langs de weg zetten, dat we iets afstand houden, mocht hij een doorslag geven naar binnen. Je hebt de stoep ook goed? Ja, hier zit het op, zou ik de weg afzetten kunnen doen. Ik praat even tegen je via een teamspeak, want jouw stem lagt heel erg bij mij in game. Dan praten we hier. Aan mij of aan jou ligt, maar... Dat weet ik ook niet, dan praten we hier. Even kijken. Nou, dan mag jij gelijk blussen van mij met inderdaad dus die hoge druk. Daar kies ik nou voor, omdat, ja, wat eigenlijk hetzelfde als met die wasdroger. Hij is nu nog relatief klein. Dus ik heb liever dat je snel inzet met iets minder water, dan dat we hier zo'n lage druk gaan afbouwen, of afleggen. Oké. Ga ik hier de weg wel even afzetten. En waar mag ik aan staan? Afstandje? Ik zou toch wel een meter of 8, 9 wel afstand houden. Ik kom zo wel even meekijken natuurlijk. Als de pomp klaar is, dan zeg je het maar. Ja, bijna. Eerst eigen veiligheid. Wat is de eigen veiligheid? Oh, zo, met de pionnen, oké. Ja, ja. Yes. Pomp staat aan. Je hebt er water op de pomp. Of op de slang. Yes, en ik ben aan het blussen. Ik vlieg nog niet naar achter. Ademlucht om. Om is mee nou te kijken. Belangrijk waar ik blus. In het echt dan vooral. Hier maakt toch niks uit. Hier raak ik. Ja, hier is natuurlijk roleplay. Dus hier, we hebben natuurlijk een brandblusser in plaats van hoogdruk. Ja. Maar ja, zeker. Je hebt verschillende blusmethoden. Je hebt painting, penciling en dat soort dingen. Zeg maar allemaal niks. Penciling, ja, het betaalt het naar potlood. Dat is echt een scherpe punt. Dus dat zou dan een gebonden straal in de vuurhaard zijn. Waardoor je hem echt een klap op zijn kont geeft, zeg maar. Ik denk dat hij al zo goed als uit is, trouwens. En painting is, met een verfkwast moet je het inbeelden. En dan koel je de rookgassen en de omgeving. Dus dan zet je iets meer sproeistraal. Dus nu kunnen we iets oprukken inderdaad. Ja. Kijk, zo ja. Klein container. Nou, dat gaat helemaal goed komen hoor. Ja joh. En je ziet wel eens die filmpjes hè, van die waar ze dan in zo'n container gaan. Echt zo'n grote container, vrachtcontainer. En waar het vuur dan uiteindelijk via het plafond naar je toe komt. En ik zie het eigenlijk ook op die filmpjes natuurlijk. Je doet nooit in één keer vol die straal open en continu blussen. Je doet altijd een beetje... Plus, stop, plus, stop. Waarom en is dat nu de warmtebeeldcamera even? Dat is wel even leuk om te zien. Nou ja. Dat is,
water vormt stoom, hè, zeker als je dit zoiets warm spuit, ongeveer 1000 liter stoom per, als ik het goed zeg, ja, per liter. Ja, dat zet enorm uit. Dus het wordt gigantisch warm. Dus ja, als jij hier zeg 800 liter water in spuit, ja, dan weet je dus hoe warm je het krijgt. Ja. Daarnaast is het ook gewoon waterschade die je te kunnen voorkomen. Je wilt het met zo min mogelijk water weer uitkrijgen, maar wel zo verantwoord mogelijk. Ja, en door te pulseren en door stoten te geven, ja, controleer die brand eigenlijk veel meer. Oké. Daarnaast is het ook een teamverband. Hij gaat, je hebt een aanvalsploeg en een waterploeg, 1, 2, 3 en 4. 1 en 2 is de aanvalsploeg, 3 en 4 is de waterploeg. En bij relatief grote branden gaan 3 en 4 dus ook met een straal naar binnen. Ja, dan moet je echt coördineren. Dus soms is het ook bij een gebouwbrand, als wij binnen zitten te blussen, dat wij hem bij de vuurhaard zitten en hem onder controle houden. Dus niet uitmaken, maar echt onder controle houden. Omdat we eerst moeten wachten tot de 3 en 4 ja, ook klaar zijn voor het feit dat wij water gaan gebruiken en hem dus gewoon uitmaken. Ja. Ook met ventilatie en dat soort dingen. Is er nog juist brand trouwens? Ja, deze is nu uit. Dus wat we nu even gaan doen is hier naar binnen om te kijken of er een doorslag naar binnen zit. Je moet de brand eigenlijk zien als een soort kubus. We gaan wel heel diep de materie in. Dus je hebt een boven, een beneden, een links, een rechts en een voor en een achter. Een soort dobbelsteen. En je moet zorgen, je moet zeker weten voordat je brand meester geeft dat alles afgedekt is. Dus ja, goed, voor die voorbrandt hij nou niet meer, dat zien we. Aan die kant brandt hij niet meer, aan die kant niet meer. Boven ook niet. Dus de enige kant waar het nu nog kan branden is in dit pand. Maar een dikke stenen muur. Ja, klein containerbrandje relatief. Ja, aannames zijn dodelijk, hè? Ah, ja. In ieder geval is een aanvraagspraak. Nou, de deur kan niet open. Mag je van mij even de spreider pakken? Oh god. Kun je de straal wel even hier laten liggen? Zo. Loop en er is geloof ik een heel mooie command voor een spreider. Ja, dat is ook in chat slash spreider met korte ei. Makkelijk kan niet. Oké. Fijn dat dus... te zien dat ook politie gekoppeld is. Slash spreider. Dat gebeurt. Oh, kijk eens. Ja. Oh, dat is wel zwaar, hoor. Mee. Ja, die weegt wel wat, ja. Kleine 20 kilo. Ja, ik heb dat toen bij Fire 24/7 een keer een voertuig mogen openknippen en spreiden en je weet oh, zelf. Oh, kijk. Ja. En dat was moeilijker dan ik dacht. Want ik kwam vast, en dat zal het eerste zijn wat je uiteindelijk leert, is dat je heel snel als je dat ding spreidt, geloof ik, opendraait dus, dat je heel snel met je arm bekneld komt te zitten, niet letterlijk, maar dreigt bekneld te komen zitten tussen die auto en die spreider. En dat vandaar een brandweeropleiding, wou dat goed leren natuurlijk. Moet je steeds ja, wat je zegt klopt, kijk, dus kijk, hier zouden in het echt geen spreider voor gebruiken om die deur te openen, maar dat is nu wel leuk om even te gebruiken. Kijk, nu sta je in een hoek, waardoor als je hem nu gaat spreiden, jij inderdaad precies tussen de deur en de spreider komt. Ja. Je kunt dat hier in game natuurlijk niet veranderen, maar inderdaad, het is belangrijk om te kijken waar je staat, zeker. Ja, daar moet je over nadenken, maar gaat het uiteindelijk vanzelf? Of, Ja, dat is net als fietsen, net als ademen. Dat denk je niet eens meer over na. Ik heb nog moeite mee met ademen, en zeker met fietsen, ik val steeds maar. Ja, ik ben nu wel een beetje verkouden, dus ik heb ook moeite met ademen. Boom, maar goed, deur is open. Kunnen we dus niet naar binnen, dus doen we effectief. Yes. Ja, F2, ja goed, dat zul je wel weten natuurlijk. Ik zet eerst, mag die spreider hier neerleggen of wat hij dan gejat? Ja hoor, nee hoor. Hoe doet dat ook op? Ja, kijk eens. 1, 2, we zetten hem even op. Very slow. Aha, kijk eens hier. 34, 31, AC. Ja, zij, zoals we weten plaatsen we die kleine containerbrand. Ik geef inmiddels zijn brandmeester. We hebben nog een verkenner van eventuele doorslag naar binnen zat. Dat is niet het geval, dus wij gaan weer beschikbaar over. Ja, 34-31, bedankt voor uw inzet, ten uit. Nee hoor, dus we kunnen weer naar buiten. Poepoe, wel warm in de pak. Nou ja, geen doorslag naar binnen, je gaf het al aan, dikke stenen muur. Mm. Dan komt hij niet zo snel doorheen, beton trouwens, dat ik het zo zie zelfs. Ja, maar, ja. We controleren toch. En dan geven we brandmeester, en dat is, ja, dat wij... die term ken ik. Hoe zou je hem zelf uitleggen? Ja, je bent de meester over de brand, je hebt hem in ieder geval... Zeker onder controle. Ja, maar daar had ik wel een vraag over. Mag je hè, bijvoorbeeld, stel er staat hier zo'n GFT container, zo'n groene. Ja. En die fikt, staat hier echt letterlijk hier. Je komt ter plaatse. Je doet de bevelvoerder drukt al op die spraak. Wij gaan die hoge druk pakken, we lopen er naartoe. AC komt naar de bevelvoerder en zegt... Hè, 34-31 zeg maar, mag je dan maar zeggen kleine brand brandmeester of moet die echt uit zijn? Nee, hij hoeft zeker niet uit te zijn. Brandmeester is, als het eigenlijk simpel vertaald, met de slagkracht die we nu ter plaatse hebben, kunnen we de brand
overwinnen, laat ik het zo maar even noemen. Ja, ja. Dus dat kan makkelijk. Alleen, ja, je kunt in die zin, als je te plaatsen komt, geen brandmeester geven, want je weet nooit wat er gebeurd is. Hetzelfde gaat, vliegt er een blaadje uit die GFT-container tegen dat pand aan, daar is toevallig benzinedamper waardoor het pand in de fik gaat. En dan geef jij brandmeester omdat jij denkt dat het een containertje is. Zoals nu ook, ik had hem al brandmeester kunnen geven terwijl hij een blusser was, want dat konden we makkelijk aan. Maar ja, je bent nog niet binnen geweest. Weet, gaat daar helemaal mis. En officieel zou je nou dus nog een aanval sprake moeten doen, een incidentmeester. We konden eigenlijk al gelijk incidentmeester melden. Maar ja, dat is goed zo. Blijf roleplay, hè? Ja, dat klopt ook. Officieel mag ik als bevelvoerder ook niet met jou van een manschap en opleiding rijden en jou laten blussen. Maar goed, het blijft. Maar ik ben gewoon. Ik weet alles al van de brandweer. Ik hoef niks met te leren. Nee, maar goed, dat vind ik wel belangrijk. Weet je, het blijft een spel. We doen het zo realistisch mogelijk. Ja. Alleen, ja, waar we hiervoor gekozen hebben bij Roleplay Reality is dat je zit in je eentje op een tank auto spuit. Dus je rijdt. Ja. Je doet, ja, je leest de klapbloknotities mee. Ik zijn even beschikbaar. Ja, je blust, je doet de waterwinning, dus in die zin kun je al iets zeggen over het realisme. Natuurlijk is het. Ja. Ja, maar dat is ook wel zo. Wij hebben bij de AMU natuurlijk ook, je rijdt alleen. Hè? Normaal rijdt alleen een rapid responder alleen, dus ze doen het in het echt wel. Maar ja, hier is het in ieder geval alles alleen, omdat we gewoon, hè, je moet al 20 leden bij de ambulance hebben om te kunnen zeggen we pakken 3 ambulances met elk 2 man. Maar ja, er wilde altijd wel iemand MMT. We hadden wel iemand rappen, dus dan, ja, dan hebben we gewoon gezegd, je rijdt in opleiding rij je samen en anders rij je alleen. Maar dat ik vind dat zul jij bij de ambulance ook hebben. Kijk, en met de brandweer is het natuurlijk nog iets meer, want je hebt in die kijk politie, ik zeg altijd politie, die kan zo beginnen, weet je. Het sterkste wapen is de mond van de politie. En daarnaast hebben ze een wapenstok, nou die hebben ze natuurlijk in game en een gewoon wapen en pepperspray, ook wel gaaf trouwens. Ja. En ze kunnen boeien, dus politie heeft in die zin alles. Kijk, de brandweer, als je kijkt naar spreider en een schaar en een ram. Hoge druk, lage druk, overdrukventilator, dan kan ik nog 100 dingen noemen die we op een echte tank auto spuit hebben. Die hebben we niet in game, dus het is een beetje fictief. Het is een beetje. Ah, ze zijn er weer. Weer die auto's. Het is een beetje, ja, fantasie. Ja, en ik moet ook onder iedere video zetten van jongens, we spelen roleplay en we doen het een beetje met de verbeelding. Ja. Is laatst weer eens een reactie van iemand van, ik weet zo'n bevelvoerder reed. Ik denk van ja, kom op. Ja, maar dat of, is. Of staat er iemand een woningbrand te blussen met een poederblusser. Ja. Ja, maar. Mensen zijn heel zwart-wit op YouTube en ik zeg ook altijd, ik krijg ook altijd de comments, zelfs als ik zeg, jongens, hè, ook voor nu, ik ben een opleiding, het geldt niet letterlijk dat ik dan niks mag, maar vandaag mag ik toch van Joris rijden en dat soort dingen. En met helm op achter het stuur, dat mag het niet, maar goed, het is... Oh ja, daar ga ik ook commentaar over krijgen. Ja, nee, dat zijn allemaal dingen die, ja, weet je, je kunt niet alles hebben. Als je gewoon 100.000 leden in de clan hebt, dan kun je misschien zeggen, elke TS beban je met 4 man, maar dat... Zo'n luxe hebben we niet. 6 officieel natuurlijk, als je het echt overleden. Ah ja, Rotterdam natuurlijk 6. Maar ja, nee, dat is je niet. Maar merk je nou wel dat, omdat je die ervaring hebt, dat er mensen zijn, hè, ik noem echt geen namen, want ik heb ook niet zo snel een naam voor me. Want ik denk dat bij de brandweer best veel man een niveau op peil hebben. Maar dat toch wel zoiets is van, jongens, kom op, waar zit ik tussen? Om het heel even wat gemeener te zeggen. Nee, ik vind het een hele goede vraag. En nee, helemaal niet. Kijk, er zitten mensen hier bij Roleplay Reality bij de brandweer. Dat bedoel je toch? Ja, ja. Die brandweerervaring hebben. Kijk, 1, 2, 3, 4 in totaal. Ja, best veel, hè? Ja. En maar ook jongens die het helemaal niet hebben. En er zitten er een paar bij die geïnteresseerd zijn in de brandweer. Ja. Trouwens zijn er wel meer dan 4. Maar ook jongens die helemaal niks met de brandweer hebben. Maar ja, nogmaals, het blijft een spel. En als jij het leuk hebt, dan ben ik gewoon al lang blij. Ja. Kijk, en dat ik nu zeg van dit kunnen we op deze manier doen, omdat ik weet dat het echt zo ook gaat, of kan. Een ander zou hier komen, die zou lage druk afleggen bijvoorbeeld. Ja, dat is niet de manier of als het handig is om te doen dat het echt. Alleen ja, we zijn met een spel bezig en als jij plezier hebt en je gewoon aan een beetje realisme houdt en je best doet om het leuk en reëel te houden. Ja, dat is toch, het gaat erom dat je een leuke avond hebt, toch? Ja, zeker. Nee, ik denk dat het, ja, zo kun je het ook wel bij de AMU bekijken. Alleen ik zelf met, ja... Ik zit dan toch, hè, ik heb geen autisme denk ik, maar ik zit dan toch een beetje met dat autisme van ja, zo is het echt niet. Ja, maar kijk, ik zal even een auto spannen. Kijk, als we het hebben over een ongeval op knelling. Nou, hup, bekneld, oh, er zit iemand in, nou, fictief. Ja, wat je komt is, je komt te plaatsen, je gaat schouwen, je gaat eventueel noodstabilisatie doen, dus je plaatst aan deze kant ophoogblokken, aan deze kant 2, aan die kant 2, aan die kant 2, je blokkeert de wielen aan de achterzijde, aan een niet draaiend wiel. Voor ons ga je glasmanagement doen, voor ons ga je gaat heel veel stappen doorlopen in het echt. Ja, en
ik vind het leuk om dat hier bij Open Reality ook te doen, zeg maar. Ja. Voor zover mogelijk. En voor, kijk, ik ga geen klasmanagement doen, want dan zit de helft te kijken wat gebeurt hier allemaal. En je moet het al effectief doen. Nou, trouwens, zullen we eruit in kunnen slaan? Ja, dus klasmanagement. Nee, maar ja, en een ander komt te plaatsen en die zegt van oké, ja, we pakken de spreider en we gaan de deur open doen. Ja, precies. Ja, en ik vind de ene staat niks wat over. Zeg. Kijk, als iemand daarvoor open staat en zegt, joh Joris, hoe zouden we dit echt moeten, dan ga ik het zeker vertellen omdat ik het leuk vind. Ja, ja. Maar omdat hier een brandweerman komt bij deze server die dat gewoon niet weet en die vindt dat gewoon leuk om zo te doen, ja, doe je vooral je ding, weet je. Ja, precies. Nee, zo snap ik het wel. De ene die gaat echt stap voor stap. Net zoals bij de Almu, de ene begint met de airway en eindigt bij de exposure. En de andere die gaat meteen naar ademt hij wel, heeft hij hartslag, zo ja, wat heb je voor een wonde en naar het ziekenhuis. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja, oké. En ik zou, als ik te plaats kom en ik ben gewondenverzorger. Kijk, zoals zeggen, we rijden natuurlijk in ons eentje op de tankautospuit, dus je bent vaak bij je technisch team, dus je moet die persoon eruit knippen. Maar mocht het een keer voorkomen dat ik gewondenverzorger ben, dus dan verantwoordelijk voor het slachtoffer, ja, dan ga ik de hele ABCD doen. Maar ik zou zo misschien wel 10 mannen kunnen noemen die niet eens weten wat de ABCD is. En dat is helemaal niet erg, maar zolang die maar een leuke avond hebben. Toch? Ja, precies. Nee, oké, dat is wel een mooie gedachte die we met deze kerstdagen zeker in gedachten moeten houden. Ik weet niet wanneer jouw video online komt, maar... Ik ook niet. Zo snel mogelijk misschien. Tot nu toe, als ik kijk naar de video, hè, wat we tot nu toe hebben opgenomen, hoef ik nog niks te knippen en te plakken. Nou, zie je ook geen reden dat het toch? Ik bedoel, je loopt gewoon een dagje mee en ik vertel gewoon dingetjes erover. Ja, maar ik... Het rijden gaat goed. Er zijn genoeg video's waarin je toch wat het een en ander moet knippen en plakken. Maar nu zijn we begonnen met de video naar een melding. We waren nog niet terug en we waren gewoon praten over dingen. En toen hadden we weer de volgende melding, dus... Nou ja, goed, wat ik, om dit even af te sluiten, dit verhaal, ik vind het gewoon heel leuk om op dat Joris laatst heb je brandweer, mensen gewoon mee te nemen in het brandweerverhaal, zeg maar. En ja, Joris roleplay, wat dit dus van is, zeg maar, dus de roleplay video's. Ja, om het ook realistisch te doen, maar ook op een bepaalde manier wel een spel te laten. En dat gaat steeds beter. In ieder geval, ik merk dat steeds meer mensen dat begrijpen en geen reacties plaatsen van, oh, gewoon bij de woningbanden blussen met een poederblussen. Ja, nou, je moet het doen, hoe is die uitspraak alweer? Je moet roeien met de riemen die je hebt. Ja, precies. Ja, ik heb nog niemand gehoord van, oh, jullie rijden weg en laten de kazernepoort open. Ja joh, die kunnen niet dicht. Ja, daar ga ik eerst voor in de comments dus voor mij daarover. Ja, dat zal. Nee. Hey, je sluit de afzuig niet aan hier, van de arbeid. Ah ja, ook nog eens. Ja, maar dat soort reacties zijn er wel echt hoor. Ja, en ik snap het ook wel, weet je, ik vind het leuk dat mensen meedenken, maar ja, het is roleplay, weet je. Nee, maar ik kan nu... Lang gaaf. Ik toen ik het voor de eerste keer zag, maar dat je überhaupt hulpdienst had in, ja, het blijft de GTA. Mm. Ik van, wat gebeurt hier? Wat gaaf, joh. We hadden een brandweerlogertje. Laat staan voertuigen. Ja, nee, ik moet zeggen, deze TS, ik blijf hem echt wel heel vet vinden. Ja, want heb je al een beetje laten zien in het verleden andere video's wat we allemaal hebben in het Warenpark? Nee. Ja, ze zijn vast al eens voorbij gekomen. Ik zou even wat sneller dingen laten zien. Misschien kun je wel dingen wel laten zien, ja inderdaad. Bijvoorbeeld de nieuwe duikbus, die heb ik nog niet gezien. Alleen ja, klopt. Post net. Oh ja, nee, we zijn in ieder geval goed bij. Die is volgens mij vandaag of gisteren voor het eerst in-game. We hebben de boot is nieuw. We hebben een AGS, dat is een Touran. Dit is de TST trouwens. Dit is de tank uit het puitterreinvaart, daar vroeg je net naar. Een Volvo, ook een heel gaaf ding. Ja, en deze is 4x4 aangedreven, dus deze kan ook over het strand rijden, of over de duinen, of in de bossen. Maar ik heb genoeg dingen gezien dat die ook al een keer vast zaten in het echt. Ja, ja zeker. Als je Ruud echt Je bent niet Superman hoor in dat ding, je kunt er gewoon vast komen te zitten. Ik denk wel dat deze echt, dat heel veel mensen deze heel gaaf gaan vinden. Ja, ik vind hem echt heel gaaf. Want jullie hadden eerst dat hè, niks naar Emma Aalsmeer, maar jij kent Emma Aalsmeer misschien niet. Maar die heeft ook zo'n ding gemaakt en die vond ik spuug lelijk. Maar gewoon in het echt ook. Maar hebben jullie die ook nog? Dat is die... Geen idee. Die was echt heel lelijk. Ik weet niet wat je bedoelt. Ja. Ik ken hem ook verder niet. Verder hebben we deze nog. Deze hadden we eigenlijk eerst standaard op de posten. Oh ja, ja dat is de oude bekende, die kennen ze wel. Die kennen ze wel denk ik. Ja, wat verder ook wel interessant om te laten zien. Even kijken. De SB die vind ik zelf wel heel gaaf. Schuimblusvoertuig. Ah ja. Met dakblussing. Daar heb ik misschien ook al. Nee. Ja, nee. Daar heb ik altijd wel eens gedacht van hier moet ik ook nog een video mee maken, maar nooit gedaan denk ik. Moet je doen.
Ja, en de crashzender, maar goed, die, volgens mij heb ik die laatste video van je gezien al. Ja, de crashzender heb ik zeker in een video gevraagd. Yes. En verder autoladder, hoogwerker. Hoogwerker, die hebben ze nog niet gezien, denk ik. Oh. Deze. Die is ook wel echt gruwelijk. Ja, die is wel ook vet. En de duikbus, hè, die... Ik zit even te kijken of ik hem... Ah, hier. Kan vinden, wat ik zeggen. Oh, ik moet hem wel even poetsen. Ja, ik zie hem nog niet. Wow, chico. Ook verlengd ook hier. Zelfs. Nice. Nee, dit is de oude. Nee, oh ja. Nee, nee. Hetzelfde met de oude striping hier. Ook kijk eens daar. Heel vet. Nice. Ja, en zo, ja, we hebben echt, als ik in het menu kijk, we hebben dan 29 voertuigen. Ja, jullie kunnen ook een aantal dienstauto's natuurlijk. Ja, en ja, we hebben allemaal specialisaties en dat kun je allemaal halen. Je begint als brandvak bij ons. Mm. En naarmate je gevorderder bent en ook meer doet en kennis opdoet, kun je wat specialisaties doen. En als je dat examen verhaalt, dan kun je op die voertuigen rijden. Want jullie hebben ook logistiek. Ja. Dat is niet leuk. Jawel, geweldig. Ja. Ah. Ja. Dat is de, ik zal hem even spannen, de logistiek vrachtwagen. Is echt groot. Oh shit. Nee, hè? Jullie hadden ook nog een ander ding? Of was de politie even een ander ding? Ja, de politie is een kleiner, hè? Ja, we hebben ook echt en dit is maar net hoe serieus je het maakt, zeg maar, zo'n roleplay zijn. We hebben ook echt een logistiek bestand. Dus op mijn tweede scherm heb ik dan dat bestand open. En dan staat gewoon in wat er achterin zit. En als er een inzet is geweest waarbij iedereen schone pakken nodig heeft, dan haal ik ze eruit. En dan vul ik er dan het bestand in. En zo moet je dus tijdens een surveillance die we hier draaien ook regelmatig terug naar de post om weer pakken te wassen en dat soort dingen. Oké, ja, je kunt ze leuk maken als je wil natuurlijk. Ja, maar dat is het leuke aan wat het spel is. Iemand anders die logistiek dienst heeft, die heeft er geen behoefte aan. Die komt gewoon met die bus te plaatsen. Hier heb je een nieuwe pak en rijdt er weg. Ja, dat hebben ze allemaal natuurlijk. Ja, dan vind ik dat niet leuk om daar iets over te zeggen. Van nee, het moet zo. Weet je, dat moet iedereen op zijn eigen manier doen. Ja, ik als teammanager hier dan zal uiteindelijk wel als iemand het heel afraffelt en helemaal niet leuk doet, tuurlijk. Zeg je daar natuurlijk wel iets van. Ja, maar, zeker. Het is een wereldje waar je elkaar aanspreekt. Als je de leiding niet hebt en je spreekt toch iemand aan, dan worden ze sneller boos. Nee, maar goed, het is ook een verschil tussen van, ik heb niet zo'n behoefte aan het zo uitgebreid doen en inderdaad afraffelen. Ja. Dus bij de brandweer ook. Als je de echte kantjes ervan afloopt, dan is het ook klaar. Ja. Ja, en daar tegenover dan, als je de kantjes ervan afloopt, of in ieder geval als je echt bij de brandweer wil. Oh, we krijgen gelijk een melding. Ga ik even verhaal zo afmaken. En OMS-alarm is opgeschaald middelbrand, als ik het goed begrijp. Watermelding op 100 meter afstand. Postcode 638. Is dat niet de combipost? En even aan denken. We hebben een aanvraag spraak voor meer informatie. Er staat in de klapnotities middelbrand. Maar als ik het zo zie, zijn we gealarmeerd voor een OMS-alarm. Misschien is het al duidelijk dat er daadwerkelijk brand is en mensen binnen. Oh, parkeergarage, ja. Ja, is dat wel. Ik dacht echt dat er iets voor ons stond. Goed, dan gaan we. User 3431 AC. AC, goedemiddag. Wij zaten midden in het verhaal en ontvangen van u een melding. OMS-alarm, kilometer is opgeschaald naar daadwerkelijk brand. Postcode 638 in een parkeergarage, auto is ontploft en het zou geen slachtoffers bij betrokken zijn, hoor. Ja, er zijn geen slachtoffers bekend. Het durft niet te zeggen dat iemand in het voertuig verzakt. Daarvoor u en daarom de voorraad ook middelbrand. Gaan ze ook het autolammer naar een tweede TS alarmeren? Ja, ik ga er mee in het verhaal middelbrand. Autolammer zou op mij niet direct hoeven aangezien het een parkeergarage betreft. Je mag hem in ieder geval al door laten rijden op Trio 1. Wij gaan die kant op en ik had van u graag nog het type brandstof van het voertuig over. Ja, de type brandstof is benzine over. Ja, benzine. Wij gaan die kant op zijn met 1,5 kilometer plaats over. Ja, 431 ontvangen maat. Ja, dat rijdt wel heel lekker hoor, deze TS moet ik zeggen.
Hij is niet te downloaden, dat zal ook niet zo snel te downloaden komen. Ik heb hem zelf ook niet voor singleplayer en ik denk ook niet dat ik hem krijg. Misschien als ik heel lief kijk naar de... ja, naar degene die hem heeft gekocht. Want dit zijn echt voertuigen die worden gekocht, hè. Ik heb een beetje lag. Maar... wat wilde ik nou zeggen? Ja, de reden dat ik nu ook gewoon met Joris meega en dat wilde ik heel graag... Nee, ik hoor jou niet. Nee. Is omdat ik een singleplayer zowel ambu als brandweer bijna niet meer kan opnemen. Dus daarom dat we wat meer naar roleplay gaan. Qua opnames hiervoor. Nou, gaan we even kijken hoe lang we hier in het koppelkanaal kunnen blijven zitten. Oh, kijk eens hier, joh. Fikt goed, hier buiten blijven staan? Ja, ja zeker. Kijk, en als je over lage druk, hoge druk hebt, nu gaan we gewoon voor lage druk. Dat is een forse brand, vuurlast. Mm-hmm. Hier, staat hij goed? Ja, hij staat in de fender, ik wil sowieso politie te plaatsen om alles af te laten zetten. Dat ga ik nu even met pionnen doen. Wij mogen het verkeer als brandweer niet regelen, we mogen alleen stilzetten. Dus ik zet pionnen neer. En dan zet ik een snelheidsbeperking neer. En dan komt de politie maar te pas om te kijken wat ze, hoe ze het willen gaan doen. Mm-hmm. Dan is het noodzaak om eerst water op het voertuig te krijgen. Dus we gaan even een brandkraan zoeken. Daar, aan de muur. Ja, nou bijvoorbeeld. Ja, en ook hier is het weer roleplay. Hè, van, dit kan zijn een droge stijgleiding. Ja, dat doen we niet aan. Dit is gewoon de perfecte waterwinning die ik heb gevonden. Waterwinning. Ja. Nou, dan trekken we kleine pionnen naar de achterkant van het voertuig. Ah oh, ja. Dat doe jij? Ja, dat mag jij doen. Hoe doe ik dat? User disconnected from your channel. Ik vraag die aan. F5. F5. Objecten. En een kleine pion. 1, 2, 3, 4. Ah, mag iets meer ruimte tussen. User was moved to your channel. Perfect. Maar daarom zetten jullie de pion altijd neer. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, dan hebben we dus nu waterwinning op het voertuig. En dan gaan we nu lage druk afleggen. Dat doen we ook met pionnen van de achterzijde van het voertuig. En dan mag je ze tot aan de slagboom leggen hier. User left your channel. Ja, dat is genoeg. En hier is dan het verdeelstuk zoals het heet. Dus, ja, dat is dat met die drie dingen. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, ik ga dat nu omhangen. Jij hebt het al gedaan, zie ik. Yes. In het echt doe je dat natuurlijk niet in die zin dat je anders lucht verbruikt, maar goed, dat maakt verder niet uit. Daar staat een meneer, zal ik die anders weg laten gaan? Nou, ik wou zeggen, dan rijk die, die meneer die we aanspreken, dan mag jij inderdaad alvast gaan inzetten met lage druk. Yes. Kijkers, ik heb geen idee wat ik ga doen, maar we gaan gewoon blussen. Dit zal wel een veilige afstand zijn. En als ik me niet vergis, ben jij nu de 100... Nee, wat ben jij nou? Ja, ik ben 110, jij 111. Ja, 111 voor de 110. Geen bericht over. En waar wil je nou dat ik begin met plussen? Het voertuig, het gebouw, noem maar op. Ja, volgens mij één kan zien staat rondom het voertuig, het een en ander in de brand en het voertuig zelf. Mag voor mij in eerste instantie inzetten op het voertuig en daarna gaan we schuim tussen mengen en dan kunnen we de vloeistof afdekken over. Ja, dat is begrepen. Dan ga ik zorgen dat het voertuig uitgaat. Als jij nog even, is die burger er nog? Ja, burger staat hier bij mij over. Als jij nog even kunt regelen, of vragen in ieder geval, dat er iemand in zit. Want er zit niks in, maar het zou zomaar kunnen tot hij er fictief in zit, dan weet ik dat. Ja, ik was met het uitvaren, ik kom snel mogelijk bij je terug met informatie over. Want ik kan van jou wel vertellen dat het voertuig nog niet echt lijkt alsof hij geparkeerd zit. Ja, 3431 AC. Heb je bericht over? Ja, tweede tank uit, spuit inmiddels onderweg. Ja, is het vang over. Wat u daar nog extra eenheden gewenst hebben? Nee, ik denk dat het is voldoende. De autolallen mag wat mij betreft afgemeld worden over. Ja, die had ik al afgemeld. Het nadeel is natuurlijk, of ja, als er echt iemand in zit, lijkt het maar niet dat je volle stralen op die auto gaat zetten. Want dan doet dat pijn. Voor die persoon, als hij er nog levend in zit. Maar die auto is gewoon echt ontploft. Ja, het is gewoon een situatie voor de... Ja, betreft een voertuigbrand in de parkeergarage, een flinke rookontwikkeling.
Wij zijn als ECTS zijn wij ingezet op het voertuig zelf. We hebben inmiddels ook water op het voertuig. Het voertuig is uit. Ik had van u graag een verkenning op de overige verdieping op eventuele doorslag. En als dat niet is, mag u wat mij betreft schuim afleggen en de vloeistof afdekken met schuim over. Ja, ontvangen, wij rijden momenteel bij iets boven metaal, dus kilometer of 3 over. Helemaal goed, ze ontvangen over. Microfoon activated. 111, 110 over. Geen bericht? Lijkt echt dat het hele voertuig volledig is ontploft. Ja, is ontvangen. Ik kom die kant op. Meneer geeft aan dat er niemand in het voertuig verder zat over. Ja, dat ze ziet er ook niet uit over. Ik praat even tegen jou in Gain. Of op TeamSpeak. Dus je ziet alle banden volledig ontploft. Rechts achter mist zelfs een volledige band. Ja, nou, deuren eruit gevlogen zelfs. Alle ramen eruit. Ja, ik doe mijn schakelvraag omdat de politie wil voor de wegafzetting en ook om neer op te vangen. Want ik vertrouw het in die zin niet helemaal. Een ontploft voertuig en ik heb verder ook niet informatie. Hij kwam zelf aanlopen, zei hij. Dus okay. Ik vraag de politie te plaatsen. En 120 komt zo meteen voor de afdekken van de vloeistof. Ja, User joined the channel. 34-31 gasten. Ja, inmiddels te plaatsen bij de brand. 120 echt is helemaal te plaatsen. We zijn bezig met de inzet. Is. Ja, ik mij betreft. Te plaatsen gewoon, maar dat is mijn rol. Ik dacht, ik lust dat. En ik ben er vandoor. Maar nu gaat het toch wel verder qua rol. En het voertuig ontploft was. Dus graag politie deze kant op. Koelen dit een beetje, lijkt mij verstandig. Ook al is het nogmaals, hè, wat Joris, of wat straks ook al was beton. Maar ja, aannames tot dat niet gaat fikken en wat erin zit ook niet gaat fikken, daar mogen we niet van uitgaan. Dus ja, goed. Ik doe even typen. Hallo. Kijk. Kijk. Zie je? Ja, ja. Ja, ja. Nou, in ieder geval, ja, je hebt meegeluisterd. De politie komt te plaatsen omdat het een beetje een raar verhaal is. Voertuig is inderdaad helemaal uit. Ja. Wat we even gaan doen is kijken of de kofferbak open kan. En dan zullen we het even met de spreider om te kijken wat er nog in ligt eventueel. Tassenkoffers zo te zien al. Ja, hij is goed, goed onder de as. Dus ik denk dat ik vermoed brandstichting, maar dat is niet aan ons. Klein koffertje nog. Ik laat 120 in ieder geval even schuim afleggen. Die gaan dus de vloeistoffen afdekken hier. Dat kunnen we met water niet doen, omdat ja, water en olie en benzine en allemaal vloeistoffen, dat gaat natuurlijk gewoon lopen. En met schuim kun je het echt afdekken. Okay. User left your channel. En wij hebben geen schuim afgelegd, dus dat gaan zij doen. En dan kunnen wij kijken wat het verder nog voor bijzonderheden oplevert. Oké. Okay. Ik heb zo'n hooligan tool of zoiets. Ja, inderdaad, je kunt je straal even neerleggen. User was moved to your channel. En dan heb jij de hooligan tool inderdaad. Ja, je kunt een voertuig op verschillende manieren openmaken. Inderdaad, het slot kun je kijken of je er met de hooligan tool tussen komt. Of gewoon eens kijken of die handmatig op gaat. Nou, dat lukt niet. Maar, nou ja, ik zie hier al best veel. Een koffer, een tas en nog een koffer. Ja, je kunt in dit geval natuurlijk gewoon hier doorheen kijken. Toch nog even openmaken. Ook de motorkap, om te kijken of daaronder niet nog iets fikt. Ja, ja, ja. Sowieso dat de motorkap... Zo, die is open. Volgende. Zo, er komt even politie te plaatsen hier. Ik hoorde het. Pas op je hoofd, want ik ga slaan. Laat het in de politie, komen ze uit brandweer. Zeg maar. Ja, bij de nummer is de plaats over. Ja. Motorkap is open. Oké, okay, voor informatie betreft een voertuig in de parkeergarage heeft een rookontwikkeling, dus voor u nog niet veilig om te betreden. Ik meld mij zodat het wel mogelijk is. Buiten zou een zwarte meneer, of een meneer staan met zwarte kleding, zo moet ik het zeggen. Zou de vermoedelijke eigenaar van het voertuig zijn. Het voertuig zou geëxplodeerd zijn toen hij aankwam. Wij vertrouwen het allemaal niet, dus... Ik heb een kenteken voor ons als je wilt. Ja, helemaal goed. 45 kilo uniform Foxtrot 049. Nou ja, goed, jij hebt ook een port, dat mag je van mij doorgeven hoor. Oh, sorry. Nou dat durf ik niet. 120 aan. Nee, goed. Ik zal ze doen. Geen bericht over? Ja, wij hebben het doorgekend, voor de rest geen bijzonderheden over. Ja, helemaal goed. Je had schuim afgelegd, heb ik begrepen. Dan zou ik willen verzoeken om even het schuimlaagje hier over het voertuig en over de plas vloeistof ernaast te leggen over. Ja, we gaan schuim opbouwen en dan gaan we doen dat. Politie, hier de brandweer over. Ja, maar. Ja, ik heb voor u een kenteken als u daar geïnteresseerd bent over. Ja, positief. Dat is 4-5 kilo uniform Foxtrot 049. Over.
Ja, dankjewel. Klasse en een hele NATO-afdruk. Ja. Helemaal goed. Ja, ja, ja. Het zit er helemaal in. Ben ik geslaagd? Ja. Mooi. Brandmeester van het voertuig. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je inderdaad zeggen. Wat hier betreft brandmeester. Ze hebben de verkenning gedaan. Dus ja. hebben ze gekeken. Nou, rondom zie je dat het helemaal niet meer brandt. Er ligt daar nog deels fictief een plas die nog even afgedekt moet worden. Dat gaan zij nu doen. Moeten we even kijken of er iets van een kelder in zit. Dus dat gaan we even buiten doen. Nou, dan hebben we de kubus rond, zoals het heet. En dan kunnen we hem brandmeester melden. Ja. Ja, dit is allemaal beton, hè. Dus boven was ook al gekeken. Ja. Oh, we gaan weer het voertuig blussen, denk ik. Ja, ze gaan even schuimlaagje melden. Ah, schuimlaag. Heel goed. Ze lopen even naar buiten. Nou, 120, heb jij toevallig nog iets van een benedenverdieping gevonden hier? Nee. Nee. Dus we gaan rond. Ja, persoon hoorde een knal en daarna vloog de auto in de brand open. Ja, dat had ik zo ook al kunnen vertellen. Maar goed. We gaan er even ventileren zo meteen. Als hij ontploft is, hoor je meestal een knal. Betreden. Nou, dat is 2 tests. Zodat het gedaan is en dan dragen we hem jullie over. En het is even van jullie wat jullie met het verhaal willen over. Ik vind die testen zo gaaf, jongens. Ik ga dit zo klik-klak, boem, pats, boem, zus, zo. Zo. Ik heb wat flesje water verdiend. Brandmeester melden. Ja, eerst hard werken, dan naar water. Sorry. Ja, ja. Mag je even een overdrukventilator pakken? Die zit achter de luik. Heeft en dan kunnen we die voor de ruimte zetten, dan kunnen we even de rook eruit blazen. Gaat dat lukken met al die openingen? Ja, in ieder geval iets van een luchtcirculatie. Gaat even die rook eruit trekken. Ik meen dat hier alleen de autoladder die heeft. Nee, maar die hebben wij ook. Ik ga zo verder, even aanvangspak. Ja, ik heb voor u een situatie gereporteerd omtrent het incident in de parkeergarage. Ik meld bij deze middelbrand brandmeester. De 120 heeft voertuig afgedekt met schuim, eveneens de vloeistoffen afgedekt met schuim. Wij gaan nog even ventileren en overdragen aan de politie en dan zijn wij zo weer beschikbaar om. Ja, hij is gaan zwemmen hoor. Even middelbrand brandmeester gaat nog even een schuimlaag toedekken en draagt het incident over aan de politie. Dat is gedaan. Top. Hij ligt onder. Ja, hij ligt onder het schuim, hè, zie ik. Ik ben aan het ventileren. Ja, top. Dan kunnen jullie wat mij betreft weer beschikbaar. Gaan wij nog even ventileren hoe verder mogelijk is met al die openingen inderdaad. Dan kijken we als hier ook eruit, dus dragen we over aan de politie. Jo, meld jij onze... Ja, ik zie het AC aan het kanaal. Topper. AC hier 3431. 3431 zegt het maar. Ja, ik mag nog even graag gebruik van het feit dat er in het kanaal zit. Ik meld in ieder geval de 8931 met de aspirant weer beschikbaar over. Ja, de 8931 met aspirant weer ter beschikking, dat is vernomen. Nou, is het voor ons weer een kwestie van kijken of de rook wegtrekt. Nou, kijk toevallig, het rook is weg. Alle rook is weg, ja. Ja, dat gaat goed, hè? Ja. Helemaal goed. Dan gaan we even naar de politie, melden we even dat zij het kunnen betreden. Gaan wij even inpakken en dan gaan we ook weer een tour. Pak die ventilator mee, hè? Ja. Hard werken hier. Dat zijn ook grote satellieten. Hallo? Ik heb gehoord. Ja? Nou, je hebt gehoord. Je kunt mij even betreden. En ik meen dat wij nu elkaar spak nog even moeten afsluiten, maar je weet zeker, dat ga ik zo even vragen. Hoppakee, pad boom bam, zo. We staan kijk eens, Joost is van de animatie en alles. Joris, en ik had gehoord dat ik jou dadelijk nog helemaal mag bespuiten met lage druk. Nou, dan moet je even goed luisteren, want dat heb ik niet gehoord. Nou, moet je niet afgespoten worden? Ik ga hem gewoon nat spuiten. Hij is ons lage druk al aan het opruimen. Nee, maar ik ruim er zo wel een beetje op wat jij hier allemaal uitgegooid hebt, de slangen. Ja, jij bent zo goed bezig. Ik ga een flesje water drinken. Ik zal toch nog wat doen. Hoppakee. Mooi hè, waterwinning op de droge stijgleiding. Hoppakee. Oh, wacht even. Hoppakee. Nee. Ja, nu lukt het niet meer. Niet meer van ons. Ik hoor net dat VTW van een crashzender is gebeurd. Oh, die hebben hier niet geplaatst, Ras. Voor een busje van ons, ja. Burgers die kunnen tegenwoordig bij ons. Oh ja, die dingen weg. Alright, gaan we deze kant op. Eerst kin aanpassen. Maar... Jij mag je adem nog afhangen en jij mag rijden wat mij betreft. Als je wilt. Heel officieel moeten we nou niet afspuiten. Ja, dat zal ik zo als op het gemak wegrijden wel even uitleggen. Ja. Dat is wat de politie in de hand ook krijgt. Ik rij al de hele tijd, vriend. En knip.
Ja, klopt, knip inderdaad. Oh, even blauw uitzetten? Dinnen, jongen. Oh. Draai maar even naar onze eigen post toe. Wij zijn weer terug op de kazerne, Joris. En wij hadden het, meen ik. En hadden we het er niet meer over, dan knip ik en plak ik wel wat tekst erin. Maar wij hadden het geloof ik over, moet ik nou officieel niet met de hoge druk, lage druk, poederblusser, noem maar op, jou even heel netjes afspuiten. Ja, ja, goeie. En ook dat is weer een verhaaltje van, dit is van wat je ervan wil maken. We hebben vanavond geen logistiek op luisteren. Dus anders zou ik daarom gevraagd hebben. En die komen dan met schone pakken inderdaad. En dan gaan die hele arbeidshygiëne procedure in, zoals het heet. Dus inderdaad met een mondkapje op afspuiten. En de pakken met handschoentjes aan in de zak doen. Alleen, ja, dat doen we nou fictief. Dat hoeft nou niet. Dus, ja, we zijn gewoon nu ingepakt en dan gaan we weer door. En we hebben toevallig nu schone pakken aan. Oké, okay. Want maar logistiek moet er altijd voor de plaats komen? Ja, eigenlijk in principe wel. Op het moment dat je een pak moet afspuiten is ook wat dermate vies en zeker met deze kou. Als je het pak nat spuit en je gaat nu zo meteen staan een half uur bij een ongeval beknelling en dan bevries je pak zowat. Dus op het moment dat je echt arbeidshygiëne nodig hebt, dus en dan een pak moet gaan afspuiten, moet je ook wel logistiek de plaatsen vragen. Ja, oké, okay. Duidelijk. Nou ja, goed. Ik denk dat het wel een leuke video is zo. Ik denk dat het zeker een leuke video is. En heel veel verhalen. En ik heb heel veel geleerd. En ik denk de kijkers ook wel. Er zijn altijd kijkers die zeggen ja, ik wist alles over een brandweer. Maar ja, ik heb in ieder geval heel veel geleerd. En ik wist ook niet zoveel van de brandweer. Maar ik vond het wel super leuk. En één ding kan ik wel zeggen. Of eigenlijk een paar dingen kan ik zeggen. Ik ga jou allereerst heel erg bedanken voor je leuke uitleg. Voor je leuke dienst samen. Deze avond, kijk eens aan, heel mooi applaus. En ik kom zeker nog een keer terug en dan pakken we misschien eens een ander specialisme. Ja, denk aan leuk. HV, autoladder hoogwerker. Wat hebben jullie nog eigenlijk? Wat vind jij heel leuk? Schuimlesvoertuig, tankuitspuiter en vaardig, crash tender. We hebben echt enorm veel specialismes. Maar we moeten gewoon even kijken waar, waar vraag naar is. Is het ook zo'n moment om te zeggen van laat in de comments weten wat je wil zien of niet? Jij kan dat beter dan ik. Ja, nee, dat kan zeker. De kijkers mogen in de comments laten weten. Wat ze wat de volgende keer willen zien. Ik nodig je bij deze ook uit om een keer met de ambu mee te komen. Ja, dat lijkt me heel leuk. Om ik denk dat ook wel een keer leuk is. En ja, laat in de comments weten, maar hou er wel rekening mee dat we niet alles hier hebben. En ook duikauto en zo, dat soort dingen. Kunnen we zeker wel een keer een video mee maken. Dat is misschien niet zo leuk om daar een hele dienst van te doen. Mee te doen, want dat ben je toch niet alleen maar, hè? Nee, duik is oproepbaar, dus je bent, bent een voertuig, een springer, HV, schuimlus bijvoorbeeld. En op het moment dat er een duikincident zich voordoet, word je opgeroepen. Dus ja, ja dat zou heel veel wachten zijn. Maar we zien wat eruit komt en misschien kunnen we een leuke combi maken. Kom pas ja, goed. Toch, we maken er wat leuks van. Nogmaals wens ik jullie in ieder geval vanavond dan, of misschien vanmiddag al, of zelfs nu al, hele leuke eerste kerstdag en heel veel plezier met familie, vrienden of op je werk als je moet werken. Ik zie jullie dan graag, ik kan niks beloven, maar ik ga mijn best doen om morgen ook nog tweede kerstdag terug, dus ook nog een video te laten komen. Je moet nog aan de bak. Ja, dan moet ik dus, het is vandaag 23 december uit mijn hoofd, hè. Dus ja. Moet ik, en LSP Deval werkt trouwens niet, dus ik moet nog wat gaan verzinnen. Maar ik ga mijn best doen en jullie zien hopelijk iets online komen. Maar in ieder geval tot morgen, hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. Maar daar gaan we nog zeker video's tussendoor gooien. Heeft Joris nog iets te zeggen? Ja, insgelijks. Fijne dagen en wat leuk je mee was. We gaan het binnenkort omdraaien. Ga ik met jou mee en ja, wil je meer brandweer zien, check dan mijn kanaal eventjes. Zeker, check Joris op zijn eigen kanaal, op Insta, op ja, YouTube dan. Heb je een Facebook of zo? Heb je een Facebook pagina? Nee, gewoon Instagram Joris Brandweer of Joris Roleplay en YouTube Joris Roleplay. Oké, okay, ik laat sowieso een vastgezette comment even met alle linkjes daar naartoe staan onderaan. En komt helemaal in orde. Tot de volgende video. Doei!